Freddy, welkom terug. Ja, dankjewel. Ik ben blij om weer hier te spelen. Ja, wat is de keuze? Waarom heb je die gemaakt? Nou, ik ging eigenlijk vorig jaar naar Stabos om misschien een stapje te maken om naar boven te kijken op de ranglijst. En ja, jammer is dat het niet gelukt. En ik hoop dat volgend jaar dat wel dus zo is. Dus volgend jaar met ASV weer boven mee te spelen. Ja, en ik weet dat jij het vorig jaar ook gewoon heel gezellig vond, hè? Hier bij de club en het leuk team. Heeft dat ook meegespeeld om weer terug te komen? Ja, dat is altijd, ja, dat speelt altijd mee. Maar ik heb bij Stabos is het natuurlijk ook supergezellig. Het is een volksclub, dus ja, daar is de gezelligheid ook top, zeg maar. En ja, hier net zo goed. Dus daar speelt sowieso altijd een rol bij mij. Ja, en dan sta je vandaag tegenover elkaar. Dinsdag wordt dat bekend. Waarom maak je dat dinsdag bekend voor de wedstrijd? Is dat misschien ook een beetje Freddy Kwisvoel? Nou, nee, dat niet per se. Maar het was eigenlijk een beetje toevallig zo uit. Ik had een gesprek met ASV die week daarvoor, ja. Dus ja, ze zeiden, wil je dinsdag dan bekendmaken? Ja, geen enkel probleem. Dan kunnen we dat voor de wedstrijd. Misschien brengt een beetje extra spanning mee. Voor mij ook, maar op zich wel leuk. Ja, nou, die wedstrijd, je noemt het al 1-1. Vond je dit een verdiende uitslag? Ja, gezien het veldspel was ASV en de bal wel iets beter. Ik denk dat we eerst hadden wij een paar kansen krijgen, een penalty missen. En ik denk dat het veldspel was aan ASV wel een betere kant. En wij misschien, maar hun ook goed, Gijs schiet op de paal. Dus ja, op zich denk ik dat de eerste helft wel 1-1 was, verdienstelijk was. En de tweede helft is dan, dat is soms alles of niet. Veldspel wordt heel groot. En ja, dan kan hij aan beide kanten vallen, maar valt hij eigenlijk niet in. Dus 1-1 wel terecht uitslaan. Ja, maar als je naar de tweede helft kijkt, ik denk dat jullie de meeste kansen hebben gehad. Ja, tweede helft heb ik zelf daaronder ook een aardige kans. Dus, maar goed, ik denk dat 1-1 wel een verdienstelijke uitslag is voor beide. Ja, dan deel je de punten voor jou ook wel lekker. Weet je, beide partijen tevreden. En dan zien we jou volgend jaar weer. Of volgend seizoen. Volgend seizoen ben ik weer van de partij.